Even was er nog hoop voor de boom aan de Toussaintkade in Den Haag. Onderzoek wees uit dat er misschien mogelijkheden waren om de kademuren te herstellen zonder te hoeven kappen. Maar een tweede uitvoerige studie leert dat dit niet kan. We hadden dat heel graag gezien, bomen behouden en de kade herstellen. Dat lukt niet. We moeten nu de bomen verwijderen om de kade te herstellen. Allang wordt gediscussieerd over de noodzaak om de kademuren van de Toussaintkade en de vlakbijgelegen Veenkade in het centrum van Den Haag te herstellen. Bewoners verzetten zich met kracht en ook in de politiek zijn er twijfels. Maar volgens Revis is een ingreep echt noodzakelijk. Maar de staat van deze kade is zo slecht dat de werkmethodes niet zullen leiden tot een goede oplossing die de bomen kan behouden. Helaas lukt dat niet. Bewoners hebben de gemeente voor de rechter gedaagd om te voorkomen dat de bomen aan de Veenkade worden omgezaagd. Vrijdag is er uitspraak. Als de gemeente gelijk krijgt, worden nog dit jaar voor het broedseizoen de bomen hier weggehaald. Aan de Toussaintkade kan pas later worden begonnen, omdat er nog procedures moeten worden doorlopen. Maar niets doen is geen optie, vindt de gemeente. Ja, je zou het graag willen misschien, maar dan wordt het echt onveilig. De kans dat de kade dan instort, met ook gevolgen voor de bomen, geparkeerde auto's, maar ook voor de waterdoorstroming, die zijn echt veel erger dan het besluit moeten nemen dat we de kade gaan vervangen. Ook op andere plekken in Den Haag moeten bomen worden gekapt, zoals op het toernooiveld. En er zijn plannen voor Revis voor een internationaal park die tot veel verzet leiden. Hij krijgt zo een beetje de naam dat hij overal de kettingzaag tevoorschijn wil halen. Ja, vind ik eigenlijk wel vervelend, want ik hou van bomen. Onze stad is groen, ik ben er ook trots op. En we planten meer bomen terug dan er gekapt worden. Dus het aantal bomen in Den Haag breidt uit. Maar ja, als je voor groen verantwoordelijk bent, dan zullen er ook soms bomen verwijderd moeten worden. Omdat ze ziek zijn of omdat een kade vervangen moet worden. En dat is ook belangrijk dat dat op een nette manier gebeurt.